Dr. Linda Duiten, Splinter Shabbat. Woo! Ja, wat ontzettend leuk dat jullie hier zijn. Nou, heerlijk. Wat een volle zaal. Wat lekker, fijn. Ja, lekker, hè? Echt heel lekker. Is dit jullie eerste volle zaal weer? Ik was ook hier tijdens een field lab experiment. Ik denk dat dat dan in april of mei was. Ook hier in Tivoli Vredenburg in de grote zaal. En toen waren er 300 studenten. En dat voelde ook zo goed. Maar, en dat was toen voor het eerst weer voor zoveel mensen. En ik denk dat dit er misschien meer zijn. Hoeveel mensen zou dit ja, zijn? Ja, dit zijn wel meer dan 300 mensen. Ja, en dan op elkaar. We gaan even tellen. nee, maar heel goed om jullie hier beiden te zien. En heel erg leuk en interessant ook om dit thema beet te pakken met jullie. Want we hebben het over stereotypes, genderstereotypes. En waarom die zo hardnekkig zijn. Nou, daar heb jij een hele studie van gemaakt eigenlijk. Je werkt voor de Universiteit van Amsterdam, maar dat noemen we hier niet. Want je werkt ook voor de Universiteit Utrecht. Dus daar beste universiteit van heel land. Dank je, ja, heel fijn. Contractueel verplicht om dat te zeggen. Ja, dat moet je nu zeggen, daar word je voor betaald. Je bent columnist ook bij Folia, je schrijft opiniestukken en je hebt ook meerdere boeken geschreven, waarvan de leukste is Seks op z'n Duits. Qua titel? Ik vind eindelijk weten wat seks is ook leuk. Ja? Ja. Ja. En je hebt Confettiregen van Splinter gelezen. Ja, met heel veel plezier. Oh, leuk. Ja. Ik had ook nu kunnen zeggen, ik vond het helemaal ruk. Dat is ook gewoon, maar wat leuk, wat ja. Fijn. Ja. Ja, ik vond het echt, zal ik dat nou zeggen? Nou, ik dacht van tevoren, zal ik dat zeggen? Ik dacht van tevoren dat ik het niet zo leuk zou vinden. Dacht ik, ja, een twintiger die een boek heeft geschreven over zijn leven. Maar toen ging ik dus lezen en toen was ik echt helemaal blown away. Oh. Dus ja, ik heb echt heel erg van genoten. Ja. Nou, wat aardig. Het is heel ongemakkelijk voor mij om nu te overstaan van een vol publiek een compliment in ontvangst te moeten nemen. Ja. Maar dankjewel, laat ik ja, het zo zeggen. Het leek even in de richting van een belediging. Ja. Ja. We gaan het een boog die heel scherp af. Dus dat was ook wel leuk. Het mag schuren hier ja. Namelijk. Ja, wat goed. We hebben het over de LHBTQAI+. LHBTQIA+. Yes. Als je het heel veel oefent, dan komt het heel smooth je mond uit. Mm-hmm. Maar je mag ook LHBT+ zeggen. Het plusje staat er eigenlijk voor dat je inclusief wilt zijn. Er zijn nog meerdere identiteiten mogelijk. En dat je eigenlijk ja, niemand wil vergeten of niemand wil uitsluiten. Dus yeah. Als je nog niet LHBTQIA er lekker in hebt zitten, dan kan je ook LHBT+ als je zeggen. Die plus maar even toevoegt. Dan die bedoel plus je die is wel belangrijk. Ja. Ja, ja. Ik heb soms de indruk dat ze uiteindelijk dat we gaan uitkomen bij dat gewoon alle letters van het alfabet voorbij komen, maar dan in een hele alternatieve volgorde. Ja. Nou. Daar zijn we naar op weg. Of juist. Nou, in ieder geval het doel is dat je op een gegeven moment überhaupt die letters niet meer nodig hebt. Dus dat ja. Kijk, er is nu nog onderscheid nodig omdat er nog ongelijkheid is. Maar op een gegeven moment moet het natuurlijk helemaal niet toe doen met wie je thuiskomt. Of met wie je hand in hand loopt. Of met hoeveel mensen je thuiskomt voor mijn part. Dus dan doen op een gegeven moment die letters er natuurlijk ook niet meer toe. Daar ja. Ga je uiteindelijk heen. Ja. Denk je dat dat reëel is? Dat dat ik denk dat ik dat niet meer meegemaak en mijn kinderen ook niet. Maar ik hoop dat mijn kleinkinderen op zijn minst al niet meer hoeven te vertellen wat ze zijn. Want je bent nooit alleen je geaardheid. Dus dat vind ik sowieso al iets geks. En uit de kast komen is ook natuurlijk een heel raar fenomeen, want vaak ben je als LHBTI, wow, dan ga ik zelf struikelen. Dat is ook wel, als lid van de queer community, dat mag ook. Heb je natuurlijk zelf, ben je niet per se ergens in gaan zitten. Dus ik hoop dat in ieder geval, dat op een gegeven moment normaal wordt, dat je dat überhaupt niet hoeft te doen. Dat je dat gewoon wel ziet. Ik denk dat op een gegeven moment kan. Ja, dat je ja. Moet altijd positief blijven. Ja. Maar vooralsnog is het toch wel nodig. Dan, wat is nou het verschil dan tussen geslacht en gender? Laten we dat toch even benoemen. Ja, dat is wel belangrijk inderdaad. Dat ligt wel aan de basis eigenlijk van alles. Dus je hebt aan de ene kant geslacht of seksen. Die twee woorden die zijn synoniem aan elkaar. En die gaan eigenlijk, makkelijk gezegd, over een biologische realiteit. Jij, heel evident, hebt borsten. Ja. Oh ja, daar zitten ze. Ja. En, dus je hebt een bepaalde biologie. Die maakt dat jij man of vrouw bent. Dan zeg ik man of vrouw, waarbij het lijkt alsof we eigenlijk alleen maar twee geslachten hebben. Dat klopt niet. Daar zit variatie tussen. Maar om het even simpel te houden, geslacht verwijst naar een soort biologische realiteit van man of vrouw zijn.
Daarnaast hebben we ook nog allerlei verwachtingen en ideeën rondom wat man en vrouw, wie dat zijn, wat zij doen, wat voor dingen daarbij horen. En al die maatschappelijke verwachtingen, die hebben te maken met gender. Dus ik heb nu redelijk lang haar, dat associëren wij met vrouwelijkheid. Of jij hebt een rok aan, dat associëren we ook met vrouwelijkheid. Dus al die dingen die wij bedacht hebben eigenlijk in de wereld, dat roze een meisjeskleur is, dat is pas sinds kort zo. Vroeger was roze echt een kleur voor jongens, want roze was veel te druk voor meisjes. Echte meisjeskleuren waren blauw, grijs. En vrouwen zijn al zo hysterisch. Exact, ja. Dus al die culturele verzinsels, zeg maar eigenlijk, die we daar aan plakken, dat heeft te maken met gender. Dus je kunt een genderidentiteit hebben die min of meer vrouwelijk is. Ook daar zien we vaak, doen we net alsof dat twee tegengestelde dingen zijn, maar ook daar zit natuurlijk een hele waaier aan mogelijke identiteiten tussen. Ja, en die hele waaier, die waaiert maar uit. En het wordt ook wat makkelijker om te waaieren, heb ik het idee. Is dat ook zo? Split herken je dat? Of... Dat hangt natuurlijk van af. Er is wel veel meer bekendheid over, gelukkig. Mm-hmm. Maar ik denk dat we wel erg in het beginstadium daarvan zitten. Dus als we kijken naar series die bijvoorbeeld op Netflix staan, dat is natuurlijk toch wel een groot massamedium. En je kijkt naar Sex Education, dan zie je dat daar heel veel queer karakters in zitten. Waarbij ook de verhaallijn niet per se alleen maar gaat over dat iemand queer is. Dus van iemand valt bijvoorbeeld als man op mannen. Dan gaat het alleen maar over, op de omgeving vindt er dit van. Of hij kan wel of niet uit de kast komen, et cetera. Maar dan is het gewoon, iemand valt op mannen. En vervolgens heeft hij zijn huiswerk niet gemaakt. Of heeft hij ruzie met zijn ouders, zoals iedereen natuurlijk problemen heeft in zijn leven. Ja. En dat is denk ik een hele positieve ontwikkeling. Dat allemaal gewoon steeds meer mainstream wordt. Ja, absoluut. Sex Education op Netflix, als je het nog niet kent. Het derde seizoen is net uit. Het is echt wel een aanrader. Ik heb er geen aandelen in, hoor, overigens. Nee, maar het is wel echt een... Kijk je daar... Je bent natuurlijk into de mediastudies. Kijk je dan dat soort series ook... Ja, je kan niet met een professionele bril kijken, denk ik. Vind je dat dan interessant of hoopgevend? Of dat je denkt, nou, er valt nog wel wat op aan te merken? Of... Ik kijk dat automatisch wel met een professionele bril, zeg maar. Dat is wel vervelend, want soms wil je ook gewoon achteruit op de bank liggen. Kijk, er gebeurt daar heel veel. Dus we hebben nog nooit zoveel diversiteit gezien in fictie als dat er nu is. Diversiteit in termen van gender, ook in termen van seksualiteit, maar ook in termen van etniciteit bijvoorbeeld. Dus we leven wat dat betreft, of bijvoorbeeld de representatie van mensen met een beperking. Ook een hele toffe serie om te kijken op Netflix is Special, over een jongen die cerebral palsy heeft. Dat is een bepaalde aandoening. Hele leuke komische serie. Over zijn dateleven gaat het dan. Maar wie heeft Special gezien, deze serie? Ik zie hier voor me 0 handen omhoog gaan. En dat is meteen eigenlijk het probleem met Netflix. Want je zei van, dat is een grote televisiezender. Maar iedereen heeft zijn eigen Netflix. Dus mijn Netflix zal er waarschijnlijk niet zo anders uitzien dan die van jou. Maar wel heel anders dan die van mijn moeder. En dat betekent dat... Omdat je series krijgt aangeraden die dan weer een beetje vallen in dat hokje wat precies, je al... Precies, je krijgt een gepersonaliseerd aanbod. En wat je ziet bij diensten als Netflix, maar ook bij Prime, is dat je echt niche publieken kunt bereiken. Dus heel gespecialiseerde publieken. En daar kun je speciaal content voor maken, want... in principe de omvang van je bibliotheek kan eindeloos zijn, want het is digitaal en je zit niet met krapte op één zender. Dus je kunt heel veel verschillende series maken die heel verschillende publieken aanspreken. En dan zie je dat er bijvoorbeeld een serie als Pose gemaakt wordt over transgender mensen in New York eind jaren 80. Nou ja, in mijn roze bubbel kijkt iedereen dat. Maar dat is echt niet iets waar mijn moeder naar zou kijken. Dus waar we mee zitten is dat we fantastische representatie hebben, super divers. Maar dat betekent niet dat iedereen het ook ziet. Het is niet zoals als vroeger, hè, dat iets op Nederland 1 werd uitgezonden en dat heel Nederland daar zo'n beetje naar keek. Het er dan over had. Ja. Merk jij dat jij in jouw rol als programmamaker, televisiemaker, ook je best doet om mensen buiten die bubbel te bereiken? Of kun je daar iets aan doen? Je kan het altijd proberen natuurlijk. Ik zit zelf natuurlijk heel erg in een roze bubbel. Wat het nadeel daarvan is dat je op een gegeven moment ook...
precies eigenlijk wat jij formuleert, dat mensen op een gegeven moment ook naar jou op zoek gaan. Van denk ze, oh, die zal hier wel iets over kunnen vertellen. En bijvoorbeeld in mijn eigen talkshow Splinter heb ik ook wel eens dat ik denk van, oh, je moet niet elke keer een roze thema hebben. Want op een gegeven moment kan het dan zijn dat men die je ook wil bereiken niet meer naar jou toe gaat. Omdat ze denken, oh, dat gaat altijd over het roze onderwerp. Ja. Omdat ik ook heel erg roze uitstraling heb. Ik bedoel even roze in de zin van LHBTIQ plus emancipatie. Nu kwam je er wel vloeiend uit. Maar, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Maar, maar wat ik eigenlijk in het programma dan wel doe, is altijd proberen te creëren dat er een vorm van vrijheid is. Dat iedereen zichzelf kan zijn. En dat we ook iedereen aanpakken niet vanuit, dus niet vanuit een label, maar aanpakken, iemand bespreken vanuit iemands kracht. Dus als bij iemand op de bank zit die sporter is, mm-hmm, en dat geweldig doet, dan gaan we daarover hebben. En ja, dat inderdaad dan zijn benen af is, dat komt op een gegeven moment in dat gesprek wel aan de orde. Maar je begint dus niet bij je benen ze af en je bent sporter. Wat heel vaak wel gebeurt. Precies, ja. Wat jij noemt eigenlijk de kracht van zo'n serie op Netflix, waarbij de genderidentiteit of seksuele oriëntatie niet de leading verhaal is, maar... Ja. Hij heeft zijn huiswerk niet af. Ja, bijvoorbeeld Toornroos de Vries is een fantastisch persoon. Die is ook non-binair. Is ook een voorloper als het gaat over zichtbaarheid. En over die acteert ook. En heeft ook de allereerste non-binaire rol als non-binair persoon gespeeld. In Spangers onder andere. Dat is natuurlijk wel iets wat op NPO 3 gewoon natuurlijk wordt uitgezonden. En bij Mij op de Bank gingen we het niet hebben over diens, in het begin over diens non-binair zijn. Maar eerst over diens carrière als acteur bijvoorbeeld. Als toneelspeler. Ik heb hen ook een keer geïnterviewd. En dit is inderdaad zo lastig. Dat je dan, dus je moet hen zeggen dan. En dat is nieuw. Dus je doet dan heel erg je best. En je voelt je daar een beetje zenuwachtig over. Van, ik wil het goed zeggen. En dat mislukt dan een beetje. En wat ik heel erg fijn vond aan Toornroos. Is dat hen heel duidelijk zei. Het maakt niet uit niet lukt. Ja. Het gaat om de intentie. En dat vond ik zelf heel prettig. Want soms is het als niet queer persoon. Maar er is ook een letter voor in de lange afkorting. Een soort sympathisant. Of je kan een ally kan je een zijn. Een ally, ja. Dan staat de A daarvoor. Ja. Ja, het is, kijk, met dat... ik heb ook een letter. Sommige mensen zeggen, het is zo moeilijk en zoveel letters en dat kan ik niet onthouden. Terwijl ik dan altijd denk, ja, diezelfde mensen kunnen ook heel ingewikkelde dingen van de voetbalcompetitie onthouden. en dat is hier ook een beetje mee. Dus op het moment dat je best doet en de intentie is er, ja, natuurlijk kan je dan altijd een fout maken. Dat gebeurt wel eens. Wat vervelend wordt, is als mensen expres iemand misgenderen. Hè? Dus als mensen expres verkeerd verwijzen. Of als mensen bijvoorbeeld bij trans mensen hun dode naam gebruiken. Dus hoe iemand vroeger heette. Als mensen dat expres gaan doen. En dan wordt het een soort moedwillige... Ja, kwade daad die je doet. Terwijl ja, als jij een keertje per ongeluk haar zegt tegen iemand die als hun aangeduid wil worden, de meeste mensen zullen daar geen probleem mee hebben. Ja. Maar, laten we ervan uitgaan dat er een beweging is en dat ook hier in de zaal aardige representaties zal zitten van mensen die zichzelf ook als ally zouden bestempelen, omdat we hier allemaal geïnteresseerd zijn in dit onderwerp, dus dan ga je al die kant op. Maar er is ook een backlash. Een superconservatieve de Nashville-verklaring-achtige backlash. Hoe ga je daarmee om als je je realiseert dat die bubbel steeds sterker wordt, omdat het medialandschap zich steeds meer vernauwt? Ik denk dat er is niet één oplossing voor. Ik denk dat er meerdere dingen zijn. Maar op het begin, en wat jij ook al aangaf, is dat je het sowieso het niet... Je moet sowieso blijven communiceren. Dus ook met mensen waar je het natuurlijk niet mee eens bent. Ik vind dat soms wel eens eng in de situatie waar we nu steeds meer in leven, ook online. Natuurlijk als iemand één keer iets verkeerd zegt, dat het meteen over is. Hè? Of dat iemand ook eigenlijk, dat er weinig ruimte is om van mening te veranderen. Misschien dat je vandaag heel erg voor A bent. En over misschien een jaar nadat je allemaal argumenten hebt gehoord. Dat je weer de cancelcultuur. Voor B bent. Ja, nou, dat onder andere, dat is allemaal onderdeel daarvan. En bijvoorbeeld met die Nashville-verklaring. Ik heb toen Kees van der Staaij geïnterviewd. Hij wist toen volgens mij niet dat ik op mannen viel. En dat had ik ook niet publiekelijk heel bekend gemaakt. Mijn boek was ook nog niet uit, dus hij had het ook niet echt per se kunnen weten. En we waren aan het interviewen en toen aan het praten vroeg ik op een gegeven moment naar de Nashville-verklaring. En hij was aan het uitleggen waarom hij dat inderdaad vond en waarom daar verschil in zat en zo.
En dan kan je het ook gewoon heel concreet maken. Dus ik zei op een gegeven moment tegen hem van, maar ik val op jongens. Wat is het dan zo erg als ik hier op de straathoek sta en met een jongen zoen? En toen was hij opeens zo van, oh ja, dat werd het opeens heel persoonlijk en ook iets heel concreets. Want dan zie je eigenlijk vaak als je ook zegt van, wat als ik hier op de straathoek iemand sta te zoenen, dan ziet iedereen waarschijnlijk mij op de straathoek, in ieder geval als je een beetje visueel wordt ingesteld, zie je mij daar zoenen. En dat was natuurlijk bij hem ook even het geval. En toen dacht, toen vroeg ik ook van, wat is er nou erg aan die liefde? Als het houden van is, dan is het toch geen probleem? En toen, kijk, ik weet heus wel dat met één zo'n vraag Kees van der Staaij niet van gedachten gaat veranderen. Dus hij zei vervolgens, hij verschelde zich heel makkelijk achter de Bijbel. Hij zei van, ja, het is niet wat ik vind, maar wat in het boek staat opgeschreven. Oh. En dat zijn de woorden van. En toen dacht ik, ja, zo ken ik er nog wel een paar. Maar, ja. Dat zijn wel woorden waar je actief aan gecommitteerd hebt en waarvan je zegt, nou, daar sta ik achter, toch? En dan, in dit geval toch, van geloof bedoel je? Ja. Nee, dat, en dat is ook het ingewikkelde. Maar ik vind ik hoop. Kijk, en er zijn altijd conservatieve stuiptrekkingen. Maar daar moet je ten eerste niet door laten remmen. En ik vind het altijd goed om wel met die mensen in gesprek te gaan. Verwerp ik natuurlijk wel het feit, zo'n Nessa-verklaring. Vind ik gewoon heel raar dat vanuit religie dan de ander iets wordt verboden. Terwijl als ik zeg, ik wil graag met iemand kunnen trouwen, dan neem ik niet een bepaalde vrijheid van hem in. Maar wat hij doet, is wel vrijheid van mij of van de community waar ik onderdeel van ben, ontnemen door te zeggen, nee, het huwelijk is alleen tussen één man en één vrouw. Dus dat vind ik altijd een hele gekke gedachtegang. Dat daar is voor mij een hersenkronkel die niet helemaal goed gaat. Ja, toch vind jij, als het gaat om identiteit en in hoeverre maakt het onderdeel uit van je identiteit, wil je jezelf geen homo noemen? Nou, ik zeg nooit, ik ben homo, omdat ik ben Splinter. En Splinter vindt vioolspelen leuk en vindt paardrijden leuk. En Splinter vindt ook jongens leuk. Ja, dat kan ik niet ontkennen. Maar, ja. En die jongens ook niet. Nee, die jongen kan je bespelen. Ja. Die weten het allemaal al te goed. Nee, maar het is zo erg ben ik niet hoor, overigens. Maar ik ben wel single, dus als er mensen nog naar afloop. Nee. Grapje. Maar, ik krijg het opeens heel warm in het kont. Ja, je doet het helemaal zo. Ja, dit is een heel fijn interview voor mij. Ja. Wat was je vraag ook alweer? Ja. Je vindt jongens leuk? Ja. Oh ja, nee, dus ik vind het altijd. Iedereen is natuurlijk veel meer dan één ding. En het is heel grappig dat ik heb drie broers. Die hebben nooit hoeven zeggen, ik ben heteroseksueel. Ze hebben dat ook nooit aan de keukentafel op die manier verteld. Die hebben wel ooit gezegd, pap, mam, ik heb iemand leuk iemand ontmoet en ze heet zus en zo. Want zij vallen allemaal op vrouwen. En dus ik, om te beginnen vond ik dat ik het recht had om het op diezelfde manier te vertellen. Dus ik heb ook gewacht tot ik een leuke jongen had ontmoet. Nooit iets geworden hoor, maar een leuke jongen had ontmoet. En kon zeggen, hij heet zus en zo. En ten tweede vind ik het altijd heel, soms is het ook wel, in dit gesprek is dat niet het geval, maar ik heb ook wel eens een interview gehad waarin je wordt soms helemaal teruggereduceerd tot alleen maar je geaardheid. Mm. En dat is natuurlijk eigenlijk, dat is misschien nu vanwege de emancipatie nog nodig. En er zijn een paar mensen die dat nou, op zich moeten nemen. Maar eigenlijk is dat natuurlijk heel raar. En ik heb wel eens ook een interview gehad. Iemand mij vroeg van, ja, je vindt mode leuk. Komt het ook door je homoseksualiteit dat je mode leuk vindt? En nou, het waren allemaal vragen die en toen dacht ik opeens van, maar is het dan bijzonderder als mijn broers, omdat ze hetero zijn, mode leuk vindt? Dan wordt je geaardheid opeens leidend. Terwijl is het vanwege je geaardheid dat je van barbecue houdt? Kan nou ja, daarom. Ja, dus dat een is, hetero ja, man vragen. Ja. Dankjewel. Dus dat is iets waarvan je dan denkt, en daarom zeg ik, zou ik nooit, ik zeg wees van, nou, ik val op mannen. Ja. Of zo, maar ik vind het, ik ben homo, dat zou ik nooit zoals allereerste zeggen. Nee. Omdat je veel meer dan één ding bent. Iedereen, ieder mens, ja. Hoop ik. Met die identiteit, kijk, en dat heeft ook met die letters te maken. Kijk, het is belangrijk op het moment dat mensen ongelijk behandeld worden, politiek gezien, juridisch gezien, sociaal gezien, dat je daar iets aan doet. En dat betekent dat je je moet organiseren op de een of andere manier. Dus vrouwen hebben dat in de vrouwenbeweging gedaan, homo's hebben dat in de homobeweging gedaan, tegenwoordig LGBTQ, IA+beweging, om daarvoor te strijden, om te strijden voor die gelijkheid. Je moet dat op de een of andere manier doen op basis van een gedeelde identiteit. Maar je kunt je natuurlijk ook afvragen wat al die mensen voor de rest nou precies gemeen hebben. He, dus waarom het noodzakelijk is om dat tot onderdeel van je identiteit te maken, wat jij lekker vindt in bed. Ja. He, dat is helemaal niet zo belangrijk. Maar zolang die gelijkheid er nog niet is, ja, is het zinvol om jezelf op die manier te benoemen. Mm. En daar een letter aan te hangen, ja. En in hoeverre is dan, want we begonnen natuurlijk met de identiteit seks en gender. Hoe verhoudt seksualiteit zich daar dan weer toe? Ja, dat is misschien ook wel goed om dat nog even uit te leggen. En dat vond ik zo mooi in de confettiregen.
ja, als jij nog jong bent, dan ben je helemaal niet met piemels van anderen bezig. Nou. Hè? Dat, misschien een beetje. Maar je merkt ook dat je qua gender afwijkt van andere jongens. Dus kijk, seksualiteit, als we het hebben over homo, lesbo, bi en pan, gaat het over val je op hetzelfde of op het andere geslacht. Dus automatisch gaat het eigenlijk dus al over seksen en gender. Ja. En we zien ook dat op het moment dat iemand wordt uitgescholden voor homo, dan wordt eigenlijk bijna nooit bedoeld jij hebt seks met mannen, maar wordt altijd bedoeld jouw mannelijkheid wijkt af. Jij doet iets wat wij niet vinden passen binnen die normen, die kaders die we van mannelijkheid hebben gesteld. Dus het hangt heel erg samen met elkaar. Je kunt die seksualiteit niet loszien van je genderidentiteit. En dus ook niet van geslacht, omdat het gaat over wie je valt. Yeah. Ja. In hoeverre heb jij, is het feit dat je op jongens valt onderdeel geweest van een zoektocht naar jouw identiteit? Of Nou, heel, heel erg. En om te beginnen bijvoorbeeld al, wat Linda heel mooi illustreert, dat je dus soms, het makkelijke voorbeeld is eigenlijk, in mijn boek omschrijf ik een scène waarin ik met mijn broertje Storm en slaap ik op de slaapkamer, logisch. En Storm heeft de rechterkant van de slaapkamer en ik de linkerkant van de slaapkamer. En Storms kant is blauw, want dat vond ik gewoon mooi kleur. En mijn kant was helemaal roze, want ik vond dat een ik was echt een heel klein kindje toen. Ik vind overigens nog steeds roze een hele mooie kleur. Maar dus ik had een roze klamboe en een roze dekbed en een roze poef. Dus echt alles was roze. En dat was helemaal nooit een probleem bij ons thuis. Totdat bijvoorbeeld vriendjes van een van mijn broers meekwamen. En die komen die kamer in en zeggen, oh wat leuk. En oh, hebben jullie ook nog een zusje? En dan wees ze naar mijn kant van de kamer. En de eerste keer dat ik opstond, nee, dat is mijn kant. Dan zie je eigenlijk meteen, en als kind begrijp je dat niet helemaal. Maar je onthoudt het wel. Zie je een soort van verwarring, een soort van blik die even denkt, huh? Oh, oké. Okay. Weet je, dus je voelt, er klopt iets niet, er is iets niet goed blijkbaar. En elke keer daarna, ook elke keer als er dan vriendjes of zelfs een loodgieter langskwam, dan probeerde ik altijd te zorgen dat het niet in die kamer was, zodat ik maar niet hoefde te zeggen van, nee, dat is mijn kant van de kamer. Want ik wist, er is blijkbaar iets fout, alleen weet ik als kind niet wat er dan precies fout is. Ja. Nou, en natuurlijk veel, nou, op een gegeven moment groei je dan natuurlijk op en word je ouder, en ik werd op een gegeven moment ook puber. En toen had ik één jongen bijvoorbeeld in mijn klas zitten, die ik heel, ik dacht heel aardig vond. En hij heette Daniel in het boek. Ja, ik heb niet zijn echte naam, het zou een beetje lullig voor hem zijn. Maar, op een gegeven moment kwam ik erachter dat het geen vriendschap was wat ik voelde, maar dat het eigenlijk verliefdheid was. Maar dat zijn natuurlijk, en dat was heel ingewikkeld, want je wil dat misschien niet. Je ontdekt dat je misschien iets bent of iets wordt, of dat weet je op dat moment niet, want je wordt natuurlijk niet iets, je bent altijd geweest, maar je gaat het ontdekken, terwijl je denkt, misschien wil ik dat wel helemaal niet, want ja, je weet van de tv-beelden van de NOS dat het er niet makkelijker van wordt als je bijvoorbeeld naar Polen of Rusland of iets dergelijks kijkt. Ja. Je weet dat er wat van gevonden wordt, dus, en dat moet je dan allemaal ontwikkelen, plus dat je het ook niet van de een op de andere dag zeker weet. Dus je gaat dat gevoel ontdekken, dat begrijp je niet, maar zoals je 's ochtends wel de gordijnen opentrekt en weet het is mooi weer, of vandaag zoals vandaag regenachtig, dan weet je, ik moet laarzen aandoen of ik heb hele natte voeten de hele dag. Of je doet een goede trui aan, dat weet je meteen. Maar met gevoel en met merken wat je leuk vindt en zo, dat moet je eigenlijk ontdekken. En dat is gewoon een lange tocht. Ja. Ja, en soms dan weet je het ook niet helemaal, maar dan onthoud je het, zoals je zei, inderdaad van die reacties. Ja, die met terugwerkende kracht begrijp je opeens van, oh, dat is daar gebeurd of heeft ook je gevormd natuurlijk. Ja, het klinkt wel als een hele particuliere, eenzame tocht in jezelf. Kan er iets van buitenaf daarbij helpen? Ja, nee, zeker. Want kijk, los van dat, kijk, in mijn situatie had ik gelukkig een hele fijne omgeving. En ik heb juist eigenlijk wel mijn verhaal opgeschreven, omdat ik dacht, want ik moet juist laten zien dat zelfs als je omgeving eigenlijk heel fijn en goed en vrienden en noem maar op, alles prima vinden, dat het dan nog steeds een heel lange tocht kan zijn. Mm-hmm. En wat natuurlijk kan helpen, wat mij ook heel erg heeft geholpen, is dat ik had heel veel vriendinnen. En daar kan je dan, het eeuwenoude cliché van praten helpt, dan kon je allemaal stukjes van de waarheid kon je daaraan geven. Dus dat was iets wat heel erg hielp. En wat denk ik ook helpt, los van een veilige omgeving creëren, en ook als iemand dus tegen jou begint te praten, niet meteen concluderen voor de ander. Hè? Dus als iemand tegen jou begint van, ik twijfel of ik vind hem heel aardig, zei ik al tegen mijn vriendinnen. En vriendinnen dacht ik altijd al lang van, ah, die is hartstikke verliefd. Maar die gingen dat niet tegen mij zeggen. Die lieten mij in die waan, zodat ik dat op mijn eigen tempo kon ontdekken. En een ander iets wat ik altijd als advies geef, ook als ouders, vragen van, goh, wat kan ik doen
Ja, ik blijf doorratelen, hè. Dat is, maar is dat ik zeg, als je geen direct contact met iemand kunt maken, kan je altijd indirect contact proberen te maken. Dus dan kan je een brief schrijven of een bericht aan iemand geven, zodat iemand dat op zijn eigen manier kan antwoorden. Maar ook nog eens iemands liefde of iemands omhelzing eigenlijk niet alleen tijdelijk heeft gevoeld, maar ook voor eeuwig op papier heeft staan. En dat kan iemand heel erg helpen. Ja. We leven in een samenleving die heel erg heteronormatief is. Dus de norm is dat je hetero bent. Dus op het moment dat je afwijkt van die norm, dan moet jij dus zeggen, dan moet jij dus uit de kast komen, dan moet jij eigenlijk bekendmaken, ik ben anders. En dat is natuurlijk heel lastig en ingewikkeld en eigenlijk ook oneerlijk. Ja, eigenlijk dus, zouden hetero's ook gewoon uit de kast. Iedereen zou eigenlijk op een bepaalde leeftijd misschien een keer bekend moeten maken hoe het zit. Of nou zo. Ja, of niemand. Of niemand. Kijk, oh ja, kijk, dat uit de kast komen is ook politiek heel belangrijk geweest, hè? Zodat mensen openlijk konden leven. Maar ja, ik heb wel eens opgeschreven in een column, uit de kast komen is voor hetero's. Het is nu vooral een ritueel eigenlijk, waar hetero's baat bij hebben. Want die weten dan waar ze staan. En die kunnen daarna ook nog zeggen, oh, dat is helemaal niet erg. Ik accepteer je zoals je bent. Dus ook nog eens een keer zich dan volgens ik ken, goed. Ik ken nog iemand die zo is. Precies, ja, ja. Die zich dan goed over zichzelf voelen. Terwijl wat je eigenlijk wil, is dat die norm minder sterk wordt. Dus dan kan het nog steeds zijn dat hetero's in de meerderheid zijn. Maar niet meer dat er zo'n duidelijke norm is, dat dit is hoe je hoort te zijn. Of dat die verwachting is dat jij hetero bent. Mm. Dat kan je, hè, als je met mensen praat. Of als je met je neefje praat bijvoorbeeld. Hè, in plaats van zeggen, heb je al een vriendinnetje? Kan je ook zeggen, vind je iemand leuk? Zodat je dat automatisme eigenlijk, die automatische verwachting van meisje, jongen, dat je die loslaat. Ja. En dat zou een heleboel helpen. En dat is dus ook wat we in van die populaire cultuur zien. Zoals Sex Education, maar ook andere series. Waarin er dus veel meer queer karakters zitten. Zodat het ook meer vanzelfsprekend wordt. Dat er gewoon heel veel verschil tussen mensen is. Ik las in een onderzoek van Movisie, dat noemden ze counterstereotypen. Dus mensen die net anders zijn dan wat je standaard zou verwachten. Omdat die dat soort figuren, personages in series of in boeken, helpen om je geest weer wat elastischer te maken. Yeah. Waardoor er meer in kan. Ja, ja. Mooi. Is dat een mooie benadering? Ze hadden het over van, wat kunnen media doen om het dan meer te vergemakkelijken? Ik weet niet of ik dan counterstereotype, want dat klinkt zo alsof je dan net het tegenovergestelde gaat doen of zo. En ik vind juist die waaier zo mooi. Dus als er heel veel verschillende identiteiten zijn, en als er dus een soort van zelfsprekendheid in zit, wat Splinter ook net zei. Kijk, vroeger was het bijna altijd zo, als er in een sitcom, als in een comedyserie, als er een gay personage was, dan was het altijd, de verhaallijn ging altijd over uit de kast komen. Mm. En dat personage was dan een bijpersonage, zag je dan twee afleveringen later eigenlijk nooit meer terug. Ja. Daar moeten we vanaf. Dus je wil dat er verhaallijnen zijn die helemaal niet gaan over iemands identiteit, maar inderdaad gewoon omdat hij ruzie had met iemand. Of, ja, precies. Ja, dus een vanzelfsprekendheid. Zou ik liever zien. Ja. Ja. Ja, en ik denk ook als je het over diversiteit hebt, dat het nu op scholen bijvoorbeeld, zie je dat het, als het al wordt behandeld, seksuele diversiteit, wordt het misschien bij de mentorles, als het over seksuele voorlichting gaat, en dan wordt het misschien nog even gezegd, oh ja, je hebt ook nog iets anders dan alleen maar heteroseks. Weet je, dat is dat sowieso vaak beperkt. Je zou natuurlijk weer dat het überhaupt niet alleen maar in dat hokje op een gegeven moment zit, maar dat in al je onderwijsvormen, dus in je boeken, dus als je een wiskundesom maakt, dat je dan ook een keer ziet, twee papa's gaan samen naar boodschappen doen voor hun kind. Mm-hmm. Ze halen 6 bananen en 14... Ja, wat kopen die? Sinaasappels, ja. Wie heeft even meegerekend? Maar nee. 46 is dus 20. Ja, en een paar grote schoenen. Ja. Maar dat je dus, want dan wordt het ook gewoon, dan is het niet meer zoiets apart, weet je? Dan kom je het gewoon tegen en dan zie je het overal. En dat staat natuurlijk eigenlijk, en niet alleen twee papa's, maar ook
Ook wat betreft religie en diverse achtergronden. En zo zou je dat eigenlijk overal in moeten zitten. Zodat je ook eigenlijk natuurlijk een afspiegeling van de maatschappij krijgt. Oh, je krijgt. Lesmateriaal gewoon wokifyen en ja. Nou, dat zou moeten, dan zou het ook namelijk uit het hokje komen van... Oh, we gaan nu even iets bespreken wat bijzonder is. Ja, ja, en dan breek je echt los van dat idee dat het de norm is. Ja, Splinter, dan nog even naar jou. Wat zijn jouw plannen voor vanavond? Kunnen we een beetje zaallicht krijgen? Oh, je wil. Ik denk, wat weet je van mijn aanval? Ga je meteen weer naar huis? Mijn geluid valt zelfs. Zo zie je maar weer hoeveel... Ik krijg ook echt licht in de zaal. Nou, ik zie heel veel leuke mensen. Nee, ik moet mij even excuseren, helaas. Oh. Maar mijn 06-nummer is 06. Ja. Wie weet. Nou, dankjewel. Ongelooflijk fijn dat jullie hier waren. Mag ik nog één ding, ja, zeker, nog één ding zeggen? Soms gaat het voor sommige mensen heel snel. Met de gender dingen. En het is ook oké om je tijd daarin te nemen. Hè. Dus het is, we hadden het over, het zijn fundamenten van onze samenleving. Daar wordt nu aan geschud, aan gemorreld. Dat kan ook best wel heftig zijn. Dus het is ook oké als je niet zeg maar al helemaal op de roze gender choo-choo trein zit waar wij zijn. Maar als dat nog wat met stapjes gaat. Ja. Ja. Ja, zoals alle grote veranderingen toch met kleine stapjes gaan. Ja, en het zijn vooral jullie en ook vooral mensen die nu zeg maar misschien wel ooit op die trein willen, maar nu nog een beetje staan te kijken. Dat zijn vooral mensen waar we het van moeten hebben. Ja.